Arab Coordination Group en Caribbean Development Bank vertegenwoordigers op bezoek in Suriname. Vertegenwoordigers van de Islamic Development Bank, ISDB, het Kuwait Fonds for Arab Economic Development, het OPEC Fund for International Development en de Caribbean Development Bank brachten een bezoek aan de minister van Financiën Gilmore Hoefdraad. Dit bezoek duurt van 14 tot en met 19 januari en vindt plaats in het kader van de financiering van een energieproject. De delegatie bevindt zich in Suriname voor discussies omtrent de analyse en haalbaarheid van het project Expansion of Electricity Generation and Transmission EPOR en ENIC Phase 1. Het voornaamste doel van dit project is de uitbreiding van de opwekking en transmissie van elektriciteit in Paramaribo en Nikeri. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.